Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen, vroege vogels. Leuk dat jullie er zijn. We gaan een bootcamp doen. Yes. Wat we eigenlijk gaan doen, we gaan een circuit training doen vandaag. Eerste dag van de week. Lekker de week beginnen. Ik ben Maurice, voor als jullie niet weten. Mijn naam is Mark. En we gaan lekker beginnen zo om 9 uur. Nog 3 minuutjes. We gaan het doen. We wachten tot iedereen aanwezig is. En dan gaan we over 3 minuutjes gaan starten. Als je er al bent, we hebben 2 benodigdheden die je kan gebruiken. Een stoel en 2 waterflessen. Dus pak 2 waterflessen erbij en pak een stoel erbij. Dan gaan we zo beginnen. Dat je helemaal naar boven moet chasen om het te pakken. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Gaan we ervoor. Leuk dat jullie er al zijn, vroege vogels. Hebben we al wat kijkers? Bijna. Oh, je bent nog bezig om te kijken. Wil je dat wel zien? Ja. We hebben allemaal goed ontbeten, goed water gedronken. Wel goed eten voor het trainen. Niet dat we zo meteen dat ik hem reanimeren bijvoorbeeld. Dus ik heb goed gegeten. Oh, top. Een bijtje. Ja, mannen, we gaan beginnen. Spannend hoor. Wacht nog 1 minuutje en dan gaan we van start. Maak jezelf klaar. Je zorgt ervoor dat je alvast die waterfles en die stoel in handbereik hebt. Dat is op wil die die kijk zit. 10. Kijk. Yes, we gaan beginnen. Zorg een beetje dat je ruimte hebt, niet dat je in een korte ruimte moet gaan bewegen. We beginnen eerst met een warming-up. Daarna doen we de kern, dus het grootste gedeelte van de training. Daarna een klein commandospelletje. Dan gaan we daarna de buik aanpakken. En dan eindigen we met de cooling down, dus een paar stretch oefeningen. Dus wat we eerst gaan doen, we gaan een warming-up doen. Kleine rotaties eerst naar voren voor die schouder. Doen we daarna, dat is wat mooi, wat Mark heel mooi doet, is die schouders een klein beetje opwarmen. Maakt die schouder ook gewoon lekker warm. Dan gaan we dat 10 keer doen. Daarna 10 rotaties naar achteren. Dan pak je ook die warmingen voor die achterkant schouder, warmingen voor die rug. Daarna maken we wat grotere slagen naar voren. Eigenlijk net alsof we gaan zwemmen. Dus dan doen we dat 10 keer. En dan doen we dat 10 keer naar achteren. Vervolgens gaan we rotatie doen van onze heup. Dan gaan we springen. Dan gaan we van de ene kant naar de andere kant met die heup. En we eindigen met de warming up dat we lang uitgaan. En dan trekken we die knie naar ons toe. Dat doen we 10 keer per kant. Zijn jullie klaar voor? Gaan we beginnen? Gaan we in 3, 2, 1. 10 rotaties naar voren. 6, 7, 8. 9, 10 en switch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gaan we zwemmen. Lang uit. Naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en switch. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En dan gaan we naar die rotatie van die heup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hou vol. 18, 19 en 20. Dan gaan we deze oefening lang uitdoen. In 3, 2, 1 en gaan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en zo. Zijn jullie een beetje warm? Ik wel. Jij ook? Voel dat ik een beetje buiten adem ben. Maar
Belangrijk dat je nu een beetje warm bent. We gaan nu starten met de kern. Dus wat we eigenlijk gaan doen, we gaan 6 oefeningen doen. 15 herhalingen. Tussen de oefeningen hebben we 15 seconden rust. En als we 6 oefeningen hebben gedaan, dus het hele circuitje, hebben we 1 minuutje rust. Eerste oefening. De pulse squat met een sprong. Dus wat Mark eigenlijk gaat doen. Hij maakt een squat. Dus op deze manier. Zorg ervoor dat je knieën niet voorbij je tenen komen. Dan maak je een quarter squat eigenlijk. Dus hou je die spanning op die bovenbenen. Squat. Quarter squat. En spring. Dus gaan we voor. Squat. Quarter squat. En spring. Oefening 1. Als het te moeilijk is, dus druk niet bijvoorbeeld om te springen. Klein beetje last van die knieën. Niet te ver doorzakken. Klein beetje doorzakken. Nice. Weer omhoog komen. Dus probeer een beetje te kijken wat voor jou uitkomt. Tweede oefening. Dan gaan we een lunge maken. Dus dan stappen we uit. Maar vervolgens gaan we ook een side raise maken. Dus voor die zijkant schouder. Dus dan heb je ook die waterflessen nodig. Ja. Dan pakken we die waterflessen. Dan stappen we uit en dan maken we een beweging naar de zijkant. Dan vatten we op je bovenbenen, je hamstrings, zijkant schouder, een klein beetje de bilspier. Oefening 2. Oefening 3. Dan heb je een stoeltje nodig. Yes. Dan mag onze hulp mag die gaan plaatsnemen. Juist. En wat we gaan doen, kunnen we eigenlijk een beetje van de zijkant doen. Ja. Laten we de zijkant zien. Yes, dan houdt Mark het stoeltje vast. Dan gaat hij langzaam zakken naar beneden. Zak en omhoog. En wat je hier heel mooi ziet is dat je vooral die achterkant, die kipfiletjes, gaat werken van die armspier. Juist. En stel dat het te moeilijk is, dus stel je denkt van hé, ik zak misschien door mijn armen. Probeer dan je benen. Iets dichterbij te houden. Dus wat Mark eigenlijk heeft gedaan is dit. Heel erg veel spanning op die tricep. Probeer ze dan wat dichterbij te zetten. Mocht dat ook niet gaan, hebben we natuurlijk ook nog de waterflessen. En dan kan je vanuit de achterkant van je hoofd kan je de flessen omhoog brengen. Als het te zwaar is, kan je zo ook nog de tricep strengen. Juist. Oefening 3. Oefening 4. Het is een oefening voor de borst. Dan hebben we ook weer die waterflessen nodig. Dan mag je plat op de grond liggen. En wat Mark nu eigenlijk gaat doen, hij gaat een fly maken. Dus je pakt de 2 waterflessen vast. Je maakt je helemaal lang. Dus die borstspier is helemaal lengte. En vervolgens breng je die waterflessen naar elkaar toe. Lichter buiging. Het is heel erg belangrijk inderdaad wat Mark mooi zegt. Lichte buiging in die armen en vervolgens naar elkaar toe. Dus dat is te moeilijk. Probeer dan de waterfles gewoon omhoog te stoten. En stoot even. Zorg ervoor bij dat die borst lekker naar voren staat. Netjes. Oefening 4, oefening 5. Dan pakken we de waterflessen. Gaan we vervolgens borst naar voren, recht terug, langs en naar voren kantelen. En dan gaan we die flybeweging naar achteren maken. Juist. Yes. En naar achter. Wat je hierbij pakt is vooral die achterkant schouder, vooral die rugspieren. En probeer bovenin lekker te knijpen. Dus wat jullie hebben geleerd bij de Milon, is lekker die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Probeer dat hier ook te doen. Voel je maar een beetje branden? Ja, laatste oefening. Gaan we je conditioneel uitdagen. Mountain climbers. We gaan doen. Met de palm naar voeten. En dan gaan we langzaam die knieën naar boven laten leggen. Juist, op die manier. That's it. Mountain climbers gaan we niet 15 herhalingen doen. Gaan we 25 herhalingen doen. Als dat is te moeilijk, gaan we gewoon staan. Probeer dan dus die grond aan te tikken. In plaats van. Hey, let's go! Zijn jullie er klaar voor? Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kom op. Gaan we dan in 3,
2. Begin met de squat. 1. En start. Doorzakken, doorzakken en springen. 1. Doorzakken, doorzakken en springen. 2. En springen. 4. 5. 6. 7. 8. Hou vol. 9. 10. Nog 5. 1. 2. Kom op. Laatste 3. 3. 2. En de laatste. 5 seconden rust. Voel hem wel hoor. Oké, de lunge en side raise. Halen. Ik pak de waterflessen. Jij doet het zonder? Yes. 5, 4, 3, 2, 1, gaan. Lunge naar voren. En de side raise. 1, 2. Ja, je stond erbij voor dat je knie niet voorbij het teen komt. Uit. Uit. 5. Hou vol. 6. 7. Kom maar, Gijs. 9. 10. 11. 4. 3. 2. Mooi. En de laatste. Je hebt 50 seconden rust. Pak het stoeltje erbij. Dus we gaan met die dips maken voor die achterkant van die arm. Gaan we. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en start. Mooi. Netjes. 3. 15 herhalingen weer. Netjes. Je bent goed bezig daar, hè? Hou vol. Kom op. Juist. En denk eraan, stel je is te moeilijk, probeer dan die benen iets meer naar je toe te trekken. Mooi. Hou vol. Hoe zit erop? 14. Laatste. 15. Netjes. 15 seconden rust. En dan gaan we de chest fly doen. Dus we gaan liggen, we pakken de waterflessen. Yes. We gaan de borstspieren trainen. Ja, kom. Zeker. Gaan we 5, 4, 3, 2, 1 en start. 1, 2. Goed die borstspieren aanknijpen. En de ogen liggen boog houden. Hou vol. En probeer in te beelden dat je die borst echt aan het trainen bent. Nice. Lekker lang uitmaken. En knijp. Mooi. Netjes. Hou vol. Kom maar. 4. 3. 2. 1. Laatste. En stop maar. Netjes. Voelen jullie al een beetje branden in die borstspier? Dan de volgende, de fly voor de rug. Yes. Ik zal hem gezond doen. Dan wil jij hem even voor nog een keer? Yes. Dat ga ik doen. Misschien zijn er nog mensen. Dus denk erbij voor de borst lekker naar voren, holle rug. Langzaam zakken en vervolgens die fly beweging maken. Yes. 5, 4, 3, 2, 1 en start. En knijp. Knijpen. Op je bovenbeen lekker te knijpen. 6. Netjes. Kom op, bouw vol. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Laat. Nice. Ooh.
Laatste oefening alweer van Rodrigo. Bankclimbers. De laatste. Yes. Bankclimbers. Als die te moeilijk is, probeer dan gewoon die stapjes rustig naar voren te maken. 50 keer, hè? Yes. 4, 3, 2, 1 en stop. 2. Voor jezelf, anders 25 keer. En dan hebben we bijna de eerste ronde gedaan. Yes. Hou vol. Kom aan, hou vol. Kom aan. Zo. Dat was hem, de eerste ronde. Even 1 minuutje rust, drink even lekker wat. Yes. En dan gaan we zo met ronde 2 beginnen. Heel veel tot rust komen. Hoe kijk ze doen? Oh ja, leuk. Ja, zoveel rust komen. Hoe was het? Lekker man. Wat we doen is. We doen 1 lichte variant. Nee, de zwaardere variant. Jij nu de zwaard, de lichte voor de kijkers. Ja? Gaan we beginnen? Yes. Hoeveel kijkers zitten er? 10. Yes, gaan we. 10 seconden. De pulsquatter. Geen zesheid te worden in de rij. Klaar voor? 3, 2, 1 en start. Oké, gaan we weer squatten. Hij doet de zwaardere variant, ik iets lichtere variant. Oké, let's go. Gaan we 15 aanhalingen maken. 1, 2, 3. Let op dat je knieën niet voorbij je tenen komen. Rug recht. Kom maar, nou kom bij. Draag jezelf even voor uit. Door lekker hoog te springen. Mocht het niet gaan, zak je gewoon rustig door. En kom je weer omhoog. Buikspieren aanspannen. Borst vooruit. Hoeveel nog? Ik ben zelf ook een touw kwijt. Van 3. 2. 1. Yes. Perfect. Bezig. Pak even je rust weer. En dan gaan we de lunge met de side raise doen. Dus gaan we naar voren stappen weer. En de side raise. Mocht het zo zijn dat die side raise niet gaat, stap je rustig naar voren. Niet te ver doorzakken. Dan heb je last van je knieën. Stap je weer terug en dan kom je rustig omhoog met je arm. Gaan we beginnen. 3, 2, 1 en let's go. Dus je stapt vooruit, een klein beetje doorzakken en je komt weer omhoog met je arm. Yes. Gaat ie goed daar? Hou vol. Come on guys. Het is een lastige oefening, maar probeer dan niet van Mark te pakken. Kom aan. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Laatste. En stop maar. Lekker hoor. Zo. De dips. Gaan we dan. Jij hebt een zwaarder. Is goed. Goed bezig Maurice. Hey. Oeh, ik voel de zweet erop terugkomen guys. Gaan we dan. 6. Ik doe de waterflessen achter mijn rug. En ik kom omhoog. Voor de triceps. Maurice gaat echt de dips maken. Zet hem op Mau. 15 herhalingen. Gaan we stellen. En 3, 2, 1 en let's go. 1. 2. Kom op. 3. 4. 5. 6. 7. Hou vol. 8. 9. Come on. 10. Nog 5. Nog 4. 3. Laatste 2. En nog eentje. Goed bezig allemaal. Deze maandagmorgen.
Netjes hoor, netjes. 15 seconden rust en dan gaan we naar de volgende, de chest fly. Ga lekker liggen. Yes. Ik geef zo aan. Yes, yes. Hij pakt de fly, dus hij gaat vanaf de zijkant, dus borstspieren aanknijpen. Mocht die gaan, hou je armen langs je lichaam en stoot je hem gewoon recht uit. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en let's go. Dus dit is de moeilijke variant, mocht het niet gaan. Pak je hem langs je lichaam en stoot je hem uit. Dat is minder belastend voor je schouder. Hou je goed je armen even dus langs je lichaam en stoot je hem uit. Keurig. 5. Yes. Nog 10 te gaan. Kom op, kom op, kom op. Hou vol. Yes. Blijf goed ademhalen. Hou vol. Dat is hem. Goed die borstspieren aanknijpen. We zijn er bijna. Hoeveel nog, Mau? 2. Nog laatste. En dan gaan we naar de fly voor de rug weer. Hier is het belangrijk dat je je rug recht houdt. Dus licht gebogen door je knieën. Borst vooruit. Rug recht. En dan ga je omhoog komen. Goed die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en let's go. Mocht het niet gaan met de flessen, pak hem gewoon zonder flessen. Rug recht, schouderbladen naar elkaar toe. Dat is het. 4. Yes. 5. Dus let er echt op dat je goed je rug recht houdt. Keurig gewoon ook. Netjes. Hou vol. Ellebogen liggen boog houden. Niet helemaal recht, niet helemaal strekken. Liggen boog houden. Borst vooruit. Rug recht. Laatste paar. En dan hebben we de mountain climbers nog op het eind. Yes. Zo, laatste oefening. Tweede ronde. Lekker zweten. Ik voel het al gaar, joh. Gaan we nog. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Mocht dit niet gaan, doe je hem gewoon iets rustiger. Ga je rustig heen en weer. Dan ga je niet helemaal snel heen en weer. Dan ga je, pak je hem dus gewoon wat rustiger. En dan hebben we de tweede ronde alweer bijna gedaan. Hou vol, kom op, kom op, kom op. Yes. Minuutje rust. Pak even je rust, drink weer even wat. En dan gaan we zo de volgende ronde beginnen. De derde en de laatste ronde van de kern. Yes. En dan daarna hebben we nog wat nieuws in petto. Maar spelletjes. Yes. Soms ga je me wapen, guys. Ga je mij commanderen, toch? Zeker, zeker. Hou je van, hè? Net zoals ik tegen zit. Oké, ronde 3. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ik hoor natuurlijk niet de reacties van hun, maar reageren ze nog een beetje van mensen? Ja, dat was goed, ja. Ja? Ja, dat is wel een beetje lief. Iedereen is lekker bezig? Goed zo. Goed. Gaan we beginnen met ronde 3. Zal ik een zwaardere versie doen? Ik zie dat je ja, zo. Ik wil niet... Je bent net in Niagara Falls, dus dat moeten we niet hebben. Oké, dan ga ik een zwaardere versie doen. Dat is goed. Ja, zijn jullie klaar voor? Tel je hem op. 5. 4, 3, 2, 1 en start. Dus gaan we weer doorzakken en springen. 1, 2 en jump. 1, 2 en jump. Hou vol. 1, 2 en jump. En hou die borst echt hoog. Borst vooruit, rug recht, buikspieren aanspannen. Mooi. 6, geloof ik. Ja, 6. 7. Doe ik het goed zo? 8. Netjes. Ja. 9. Dat is wat Mark heel mooi doet. Hij houdt die spanning op die bovenbenen. Voetballer, hè? We hebben echt te maken met voetballen. Oh, maar dat we kunnen voetballen volgende maand. Yes. Laatste en kunnen sporten natuurlijk. Juist, dat is het. Netjes. Eerst wel goed. Kunnen goed? Netjes. Oké. Okay. De lunge en sideways willen. Yes. We gaan weer naar voren stappen dadelijk. En dan komen we met de armen omhoog. Yes. Nou is het te makkelijk. Probeer dan lekker die waterfles te gebruiken. Ja. Gaan we in 3, 2, 1 en stop. Hou vol. 2, 3, 4, 5. Maar hou vol.
Goed begin van de week zo. 6, 7. Buikspieren goed aanspannen. Rug zo recht mogelijk proberen te houden. 10. Yes, 10. Nog 5. Nog 4. Laatste. Goed, mooi bouw vol. Erg sterk. Yes. De dips. Dips. Voor de cupulatus. Ja. Jij pakt de waterflessen. Pak de stoel erbij. En dan gaan we de triceps trainen. We gaan in 5, 4, 3, 2, 1 en start. Doorzakken en omhoog komen. Goed die spanning op die achterkant. Armen houden. 2, hou vol. 3, 4, 5. De bovenvinden ook lekker te knijpen. 7, 5, 8, 9, kom aan. 10, nog 5, 4, 3. Heb je het zwaar? Ik voel het wel branden. 2, 1. Oké, netjes hoor. Chest fly. Yes. Gaan we de borstspieren weer trainen? Ze hebben de waterflessen weer nodig. Yes. Ga lekker liggen. Kom aan, dus de laatste ronde is probeer lekker alles te geven. Oké, dan gaan we. Yes. 3, 2, 1 en go. Is goed die borstspieren naar elkaar toe knijpen. 2, 3. Kom aan. 4, als het niet gaat, deed je. Rechter. 5, 6. Kom aan, hou vol. 7, 8, 9. Probeer lekker in die borst te knijpen. 10. Lang maken. Knijpen. 11. Lang maken. Knijpen. Hou vol. De laatste 2. 14. Laatste. Klasse. Goed bezig, guys. We zijn er bijna. Fly, voor de rug. 10 seconden. Denk aan die borst, denk aan die houding. Dus leg gebogen knieën, borst vooruit, rug recht. En dan gaan we de bovenrug trainen. 3, 2, 1 en start. 1. 2. Lekker bezig, lekker bezig. 3. 4. 5. 6. Kom op. 7. 8. 9. 10. Probeer echt te knijpen. 11. Lang maken. Knijpen. Kom op, nog 3. 2. 1, laatste. Klasse. Dat is er. Mountain climbers. De laatste. Dan zijn we klaar met de kern. Mocht het dus niet gaan, die mountain climbers snel. Pak je hem gewoon rustig. Nee. Nee, weer. Nice. Gaan we laatste knallen, guys. Ja, gaan we er gelijk voor? Yes, gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, en. Kom aan, nou vol, einde sterk. Laatste loopjes. Kom aan. Kom, 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 gas, gas, gas. Yes. Netjes hoor. Plaat voor jezelf. Even een minuutje rust. Dan ga je maar combineren. Ja, dan ga ik even combineren. Ik ga even slopen. Leg even uit, wat gaan we doen? Wat we gaan doen? We gaan een klein commandospelletje doen. 4 minuutjes. De bedoeling daarvan is dat we lekker in beweging blijven. Dus wat Mark gaat doen, we gaan dribbelen. En zo meteen, als ik 1 zeg, we gaan een squat maken. Zoals we eerder hebben gedaan. Doen we 1 keer. Dan gaan we dribbelen, 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 dribbelen. Als ik zeg 2, dan gaan we een jumping jack maken.
Doe ook een keer. Als ik zeg 3, dan gaan we 5 seconden versnellen. Dat is juist op die manier. Dus 1 is squat. 2 is jumping jack. 3 is 5 seconden versnellen. Ik ga er al voor doen. Dus, ja. Jij zet mijn voorbeeld. Juist. Oké, ik ben aan het dribbelen. Daar gaan we dan. 2. Zo. Daar heb ik het pakken. Dribbelen. 3. 4. 3. 2. 1. En normaal dribbelen. Oh ja, natuurlijk. Oké, okay, dus 1 is squat. 2 is jumping jack. Yes. En 3 is 5 seconden versnellen. Dus daar gaan we commanderen. Jullie commanderen. Ons commanderen. En dan bij 1 is dus squat, 2 jumping jack. En 3 is 5 seconden versnellen. En stel het lukt niet op die squat, dan probeer dan gewoon die diepte voor jezelf op te zoeken. Dus probeer dan bijvoorbeeld wat korter te maken. Zelfs dat voor de jumping jack. Als je bijvoorbeeld dit niet kan, probeer dan uit te stappen. En probeer dan uit te klappen. En zelf dat voor het versnellen. Als het te snel gaat, probeer dan gewoon lekker door te doen. Gaan we lekker beginnen. Gaan we. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. Jullie ook? Let's go! 4 minuten. Gaan we. In 3, 2, 1. En dan gaan we dribbelen. 1. Dribbelen. 2. Dribbelen. 1. Yes, come on, naar voren. 3, 4, 3, 2, 1. Dribbelen. Netjes zo aan voor. 1. 1. Kom aan, hou lekker jezelf lekker in beweging. 1. Hou vol. 3, 4, 3, 2, 1. En rustig. Stel je wel? Lekker man. 2. Kom aan. Hou vol. Kom op, mensen allemaal. Hebben we al meer kijkers? Ah, kijk, lekker. Hou vol allemaal. Squatten. 3, 4, 3, 2, 1. Hartstikke. Netjes hoor. We zijn er bijna. Probeer jezelf uit te dagen. 1. 2. Netjes zo, goede zweet op de zal. Stroom op je voorhoofd. Hou vol. Kom op. 2. Kom op, nog 2 minuten. 1. 1. Kom op. 2. Ja, bijna. Zelfs nog 1 minuutje, kom op. 2. Lekker mouw. 3, 4, 3, 2, 1. En dat is het. Jullie zijn er bijna, kom aan. 1. 1. 2. 3, 4, 3, 2, 1. Laatste 20 seconden. 1, 2, 3, 3, 2, 1, laatste 10 seconden, 3, 4, 3, 2, 1, netjes er. Woehoe, minuutje rust, gaan we zo buisoefeningen doen, hè? Ja, dat is leuk. Buisoefeningen doen en dan sluiten we af met de stretchoefeningen en dan... Zijn we klaar? Zit het al op? Vertel, wat voor buikoefening gaan we doen? Yes. Ik kan het al eens een beetje uitleggen, een keer een slokje water drinken. Yes.
Wat moet Mark eigenlijk gaan doen? Ik wil een beetje draaien. Juist. Wat hij eigenlijk gaat doen, hij gaat een knuffel geven aan zijn knieën. Juist. Ze maakt de buikspier lang. En trekt die knieën naar zichzelf toe. Is die nou te moeilijk? Probeer dan als je je benen uitstrekt, je benen gewoon op de grond te houden. Juist. Probeer de positie van de grond af te houden. Mag dat niet gaan, zet ze op de grond neer. Het is iets minder zwaar. Je trekt je knieën naar je toe. Knuffel je knieën en zet je ze weer neer. Nee. Probeer als je achterin bent, dus als je knieën naar jezelf toe gaat, probeer dan lekker in je buik te knijpen. Voel die buikspieren aangespannen. En als tweede oefening, mag je in een crunchpositie gaan zitten. En als je met de benen licht open. Wat Mark nu eigenlijk gaat doen, gewoon met zijn rechterarm gaat hij reiken naar zijn linkerknie. Dus dan mag je je voet vast houden. Juist. Dus dan gaat hij eigenlijk schuin. Gaat hij die beweging maken. Krijgt die mooie fiche. Juist. Dus oefening 2. En dan eindigen we weer met een commandospelletje. Dat doen we een minuutje lang. Wat Mark gaat doen, hij gaat zijn benen strekken. Als ik zeg 1, dan houdt hij hem gewoon horizontaal. Als ik zeg 2, dan houden we hem schuin. En als ik zeg 3, houden we hem recht naar boven. 20 herhalingen. 1, 2, 3, 4, 5. Lekker lang maken en knijp. Lekker lang maken en knijp. Hoe zit het? 8, 9, 10, kom aan, 11, 12, 13, 14. Jullie zijn er bijna, kom op. Laatste 5, kom aan. Kom op. 4, 3, kom aan. 2, 1. En de laatste. Als ik 15 seconden rust. Goeie man. Een schuine buik. Ja, zeker. Yes. Schuine buikspieren. Gaan we dan. Dus we gaan liggen. En met je hand over je knieën. Probeer boven te vinden, ook weer echt lekker te knijpen in die buik. Gaan we dan. 4, 3, 2, 1. Start. Yes. Wat misschien kan helpen. Ik ga bijvoorbeeld nu op Mark's voet staan. Als het niet lukt, probeer dan bijvoorbeeld onder de kast te schuiven, onder een band. Zodat je wel gewoon lekker stabiel bent. Hoe zit het? 5. 6. Kom aan. 7. 8. 9. 10. Kom op. 11. 12. 13. We zijn er bijna. 16. 17. Laatste 3. 2. 1. En 15. Zijn we er bijna. Dan gaan we het commandospelletje doen. Ik ga het meedoen. Ik doe misschien gewoon een granaatje. Heel veel rusten. De laatste loodjes. We zijn er bijna. Dus wat is het nog één keer voor de kijkers? Yes. Wat we eigenlijk gaan doen. 1. Is horizontaal. 2. Schuin omhoog. 3. Helemaal omhoog. Yes. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaan we. 3. 2. 1. En 1. 2. 1. 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Waar je hoeft van, ik ga je tafel. 1. Ik ga jou maar commanderen, wat een graag van. 3. 2, 1,
2, 1. Oh, 3. Kom, guys. 2. 1. Yes. Oeh, lekker gedaan hoor dan. Oeh, het zit erop. Even stretchen en dan zijn we klaar. Oké, gaan we even lekker de benen losgooien. Pak eventueel je stoel vast. Als je geen balans kan houden, maar probeer lekker even je been op te rekken. Oh, balans. Ja, daarom pak ik de stoel vast anders. Even lekker je benen oprekken. Kijk, wat lekker niet lukt, hè? Dat is een beetje slimmertje. Aan de kant, gooi je het lekker los. Oké, pakken we even de zijwaartse. Stretchen, goed je arm over je hoofd heen, van die zijkant. Om je in te beelden vast. Dat je iets grijpt in de lucht. Oké, pak de andere kant. Goed die zijkant oprekken, alsof je iets grijpt in de lucht inderdaad. Oké, pak even de Lisa. Dan zijn we bijna klaar. Goed gedaan allemaal. Even hoor. Lekker begin van de week. Even hoor. Hopelijk zijn we over een maand weer gewoon open en kunnen we weer lekker bidonnen. Ja, zo. Op hoop van zegen. Ik wens jullie nog een hele fijne maandag. En vanavond om 7 uur, hè? 7 uur staat er weer een bootcamp klaar. Dus mocht je deze gemist hebben, vertel aan anderen, om 7 uur is er weer een bootcamp. En dan zien we jullie graag om 7 uur, althans, de mensen die er zijn. En voor de rest hebben we de rest van de week ook weer bootcamps. Dus dit is allemaal online zetten. Goed gedaan allemaal, en tot de volgende keer. We zien jullie weer, lekker gedaan. Goed. Mark, ik ga dat hier vanavond zelf om 7 uur bootcamp. Nee. Zijn we er weer? Nee, ik niet hoor.